niet, hè? Hallo lieve mensen, op veler verzoek ga ik weer een dag leven als een bekend persoon en voor deze video is dat Max Verstappen. Ik denk niet dat ik nog uit hoef te leggen wie dat is, want sinds Max het heel goed doet, is opeens heel Nederland Formule 2 Formule 1 fan. Opportunisten. Anyways, toen ik wat research deed over Max, kwam ik erachter dat er eigenlijk wel heel veel interessants te vertellen is over zijn leven. En specifiek zijn voeding en sportregime. Dus dat ga ik je allemaal laten zien. Overigens deze video een samenwerking met Kia. Een partner waar ik al 2 jaar heel fijn mee samenwerk en heel trots op ben. Hebben we er zin in? Ja! Goedemorgen jongens. Let's go! Ja, we kunnen wel Max Verstappen zijn, maar we blijven ook gewoon Marietje van der Maai. Dan het ontbijt. Max praat niet heel veel over wat hij eet als ontbijt, maar in 1 interview heb ik gelezen dat hij voor eieren en yoghurt kiest. Nu eet ik thuis eigenlijk zelf geen eieren meer en al helemaal geen yoghurt. Maar ik heb de beste eieren gekozen die ik kon vinden. Beste als in meest diervriendelijke. En ongezoete sojayoghurt. Ik vind het nog niet heel feestelijk. 3, 2, 1. Tada! Nou, eet smakelijk. Ik denk trouwens dat... Ik denk dus dat Max... Klaar met het grapje. Ik denk dus dat Max dit vooral eet omdat hij gewoon eiwitten moet klappen. Maar het is natuurlijk wel een beetje een ouderwetse manier. Hij zal vast het wel lekkerder maken dan dit, toch? Want dit is wel heel raar en basic. Wie gaat er nou gewoon plain yoghurt eten, toch? Ik denk dat Max dit niet zo gaat eten. Nee, toch? Maar ja. De hele dag Max grapjes maken, hè? Ah, ik kan het niet pas door. Echt waar? Ja. Oh, mijn camera is ook naar beneden. Nou, een nieuw jaar, een nieuw seizoen betekent een nieuwe auto. Max krijgt een nieuwe bak en dus Marietje ook. Onlangs hebben we onze nieuwe elektrische auto opgehaald en onthuld bij Kia. Dus daar gaan we even een mini throwback naar doen. Zo, de allerlaatste Kia-meters, kilometers in deze wagen. Hij is ons, hij of zij? Zij. Het was hij. Zij is ons een jaar lang van trouwe dienst geweest, onze steun en toeverlaat. Het is echt een goede auto. Ja, ik ga er wel missen. Verbaasd over deze auto. Maar zoals dat gaat, is onze nieuwe... Nieuw hoor. Zoals dat dan gaat. Hè? Sneller. Zo beter. Dus ja, helaas voor dit oude bestje. Nou, we zijn er. Excited. Fenna van Kia is erbij. Reveal, big reveal. Spannend. Wat heb jij eigenlijk voor auto? Ik heb een Sheet. Oh, nice. Geen elektrische. Maar wel een grote. Maar wel een grote. Oké. Okay. Nou, je ziet hem al. Mijn oude, vertrouwde lieveling. En nou komt nu de big reveal. Max heeft werkelijk iedere minuut van zijn dag strak gepland. Ik las namelijk een interviewer die vertelde dat hij exact 14 minuten had voor een interview. Kortom, na het ontbijt zijn we meteen in de auto gestapt om naar de sportschool te gaan voor workout 1. Ja, je hoort het goed. Workout 1. Let's go! Je zou het misschien niet verwachten, maar Formule 1 is echt topsport. Daarom heeft Max een super strikt trainingsschema, want hij vraagt natuurlijk hele andere dingen van zijn lichaam dan bijvoorbeeld een voetballer. We beginnen met krachttraining en daarom zijn we vandaag in de Vondelgym. Een aantal dingen waar je als Formule 1 rijder mee te maken hebt zijn bijvoorbeeld conditie, grip en G-krachten.
Voor de conditie gaan we heel veel herhalingen doen met heel weinig gewicht. Voor grip gaan we dus werken aan onze handenkracht. Dat noem je niet zo, maar bij deze. Optrekken bijvoorbeeld. En tenslotte de G-krachten. Hij zit natuurlijk in die auto waarbij hij helemaal wordt heen en weer geslingerd. Dus hij moet een super sterke nek hebben. En die gaan we ook trainen. Die Max daadwerkelijk doet. En het is een plank, een side plank, op zijn nek. Leunend op zijn nek. We gaan het proberen. Oké. Ja, nu moet mijn arm los. Maar je ligt niet, je moet ook je heup omhoog. Ja. Dat is belangrijk, je mag alleen je voeten en je nek. Zo moet ie. Nee, dat is wat anders. Het kan niet, het werkt niet. Hoe dan? Oké, dat was echt de meest rare training die ik ooit heb gedaan. Ik heb pijn en verzuring in spieren waarvan ik niet wist dat ik ze had. En dan moet ik straks nog een keer sporten. Nou, tijd voor lunch. En Max kan zelf totaal niet koken, begrijp ik. Daarom laat hij liever voor zich koken. Want hij moet natuurlijk heel gezond eten om op gewicht te blijven. En in topvorm. Het liefst eet hij junkfood. Hamburgers, patat, alles. Maar dat doen we dus niet vandaag. Haha, watch me! Hey. Niet! Ja? Ik weet nog niet of ik alleen kaas of vlees en kipcorns ga eten. Vegetarische kipcorns. Of ik ook nog patat ga bakken. Ik ga me even. Succes met je lunch. Zo gemeen, hè? Zo gemeen deze jongen. Nou, een van de favoriete maaltijden van Max is tomatensoep en carpaccio. Dus ik heb nu... Dit heb je toch altijd op de carpaccio, deze kaassnippers. Dus ik heb het gecombineerd. Overigens zegt Max voorlopig nog geen vegan te worden, net als Lewis Hamilton. Want ik las in een interview dat hij dat allemaal maar moeilijk vond en dat hij gewoon heel erg van vlees houdt. Overigens eet hij niet veel vlees, want dat is dan ook weer niet gezond. Maar goed. Nog even een fun fact tussendoor. Ik zag van de week op het voedingscentrum Instagram account dat geen van de tomatensoepen die kant en klaar worden verkocht in de supermarkt goedgekeurd zijn door het voedingscentrum. Dus als je denkt dat je dan hele gezonde shizzle koopt met veel groenten, dat valt dus wel tegen, want er zit te veel zout in en vaak ook toegevoegd suiker. Kan in je voedingspatroon passen, maar ik zeg het maar eventjes. Dit is natuurlijk een fantastische auto, maar het is geen raceauto. Al vind ik wel dat hij echt heel hard gaat. Dus we gaan nu naar werk rijden om daar te trainen. Dag buren! Nou, ik heb natuurlijk geen Formule 1 auto. En al zou ik hem wel hebben, dan zou ik niet weten hoe die aan moet. Maar dat even terzijde. Net als veel andere coureurs is Max begonnen op de kartbaan. Dus laat ik ook bij het begin beginnen en eens even testen of ik dat kan. Overigens vind ik het echt heel erg eng, want voor de laatste keer heb ik gekart toen ik 15 was. En toen heb ik een ongeluk gehad omdat de remmen niet zo goed deden. Dus
Als ik straks ga gillen als een dolle baby, dan weet u hoe dat komt. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Zo zenuwachtig. Dat is niet best. Echt niet best. Ik moet een andere jas aan, want deze is niet brandbestendig. Terwijl ik er 7 euro voor heb betaald. Extra bescherming, omdat ik het... omdat ik zo slecht ben. Kijk jullie mensen achter, je moet remmen. Oh, wat erg! Oh, oké, ik zit dus de beelden terug te kijken op de andere camera. En ik dacht dat ik vet snel ging. Oh, wat erg! Wat erg! Oh. Oh. Oké, nog meer respect voor Max Verstappen. Dan maar. En dan al die andere mensen op de kartbaan. Oh, ik ben thuis. Ik moet nog heel even bijkomen. Rust is ook belangrijk als je topsporter bent. Maar ondertussen wil ik jullie nog even iets vertellen over mijn nieuwe auto. Want dat is echt een soort supercomputer from the future. Supercomputer. Dus ik ga jullie laten zien wat er heel bijzonder aan is. Maar aangezien het nogal koud is buiten en ik een heel dun pakje aan heb, ga ik eerst eventjes de verwarming aanzetten via de app op mijn telefoon. Lekker warme billen. Oké, alles in deze nieuwe e-sol is dus veel beter dan onze vorige sol. De materialen zijn mooier. Het LCD-scherm is 17 kilometer groot. En alles van de stoelen tot de stuur is verwarmbaar. En dat, nogmaals, vinden de billen heel erg fijn. De meeste Kia e-sols hebben een range van 450 kilometer. En daar kun je echt alles mee. Zeker als je kijkt naar hoeveel laadpalen er al zijn in Europa. En daar komen er constant heel veel meer bij. Dus dat je geen roadtrips meer kan doen met een elektrische auto, dat is al lang verleden tijd. Wij zijn in ieder geval echt super blij en trots op onze ride. Kijk ons shinen dan. Oké, de tweede training van de dag. En Max doet dan cardio training. Ofwel hardlopen ofwel fietsen. Fietsen doet hij dan 1,5 uur. Cardio is een intervaltraining. Zo'n race vraagt echt ontzettend veel van je lijf. Je moet dus ook een goede conditie hebben. Voor zijn training moet Max dus ook echt 3 keer zo lang als een normale race in de auto kunnen zitten. Qua conditie ook weer. Wat betekent dat hij voor een training vaak iets van 8 uur in zijn auto zit. En daarom is dus die conditietraining zo belangrijk. Max, ga je mee? Ik ga er niet uitlopen. Ja, we gaan toch cardio doen? Ja. Cardio. Ik ga niet rennen. Ik vond cardio wel meevallen. En hoe voel je? Holy moly. Sowieso dat Max echt heel fit is. Dat vind ik ook.
Nou, hier het avondmaal van Max. Een beetje kip voor de eiwitten. Ik heb vega kip. En veel groenten. Hij houdt van kleuren op zijn bord. Nou, ik heb een mooi bord, dus dat compenseert. Overigens las ik trouwens dat hij dus, als hij weer in Nederland is, dat hij dan heel graag naar de Griek gaat om gyros te eten. Nederland, Griek, hè? Ik ga dit lekker eten. Ik ga op tijd naar bed. En dan is mijn dag als Max voorbij. Mijne niet. Nou jongens, dat was me wat, hè. Strikt regime, keihard sporten. En ik maar denken dat autosport een beetje op je gat zitten was. Je zou bijna denken dat het logisch is dat Max hier tientallen miljoenen mee verdient. Bijna. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om in een voor mij totaal onbekende wereld te duiken en echt even het leven te leiden van iemand die op het allerhoogste niveau moet presteren. Maar toch denk ik dat als het om autorijden gaat, ik gewoon lekker in mijn eigen auto blijf op de snelwegen van Europa. Heb je nog vragen, bijvoorbeeld over elektrisch rijden? Laat het me weten in de comments. Tot snel.